Vrijdagavond 4 mei werd in de Grote Kerk op de Markt in Schagen de algemene herdenkingsdienst gehouden. Namens het herdenkingscomité 4045 Schagen heet ik u van harte welkom op deze algemene herdenkingsbijeenkomst. Het was levensgevaarlijk om tegen de overmacht van de Duitse bezetter je vuist te heffen. De bezetter hield ons land in een ijzeren greep. Tegenstanders werden zonder meer opgepakt, gemarteld en gefusilleerd. Wat verbond was hoop op betere tijden. Denk nooit weer en draag dat uit. Overlevingsdrang is sterk en dat voedde het verzet tegen de verdrukking in. Duizenden persoonlijke kleine en grote heldendaden maakten het verzet langzaam massief. Discriminatie, onderwerping, verdrijving en volkerenmoord zijn helaas nog altijd orde van de dag. Daarna vertrok men in een stille tocht naar het monument 4045 aan de Nieuwe Laagzijde. Bij het monument volgde de declamatie van eigen gedichten door leerlingen van het Clusius College. Ik loop langs de straat. Ik loop door het donker. Ik ben nog niet thuis. Ik moet nog zo ver. Er schijnt geen maan. Ik zie niet één ster. Ik klop aan een huis. Ik heb al zo lang gelopen voor een ogenblik warmte, een ogenblik rust. Waar een mens op mij wacht, waar iemand mij kust. De ramen zijn stil en niemand doet open. Steeds wordt het kouder. Maar dan hoor ik een stem. Ik voel een hand op mijn schouder. Een stem die zegt, kind, wat sta je alleen? Kun je dan nergens heen? Kom in mijn warmte. Dan betreed ik een huis, niet veel meer dan een stal. Een lantaarn verlicht het geluk van het heden. Er is overal liefde, overal vrede. Ik kan het leven weer aan en zou bereid zijn ervoor te gaan. Waarna Schagens Harmonie de Last Post speelde. Na de 2 minuten stilte werden kransen en bloemen gelegd. Amnesty Schagen legde 2 kransen neer, 1 voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en 1 voor alle oorlogsslachtoffers. De bloemen in de kransen waren overdag door voorbijgangers in het Mercado-centrum in de kransen gestoken.